Goedemorgen. Nou, ik leg gelijk het brood op tafel. Ik ben echt enorm erg lek geprikt. Ik heb echt overal muggenbult. Op mijn elleboog, op mijn kuit, op mijn voet. Op mijn... Waar had ik nou nog meer? Op mijn andere elleboog. Ik ben echt lek geprikt. Dit is niet normaal. Auw. Ik hoor allemaal kabaal op de gang. Goedemorgen. Nou ja, goedemorgen allemaal. Leuk dat jullie weer kijken. Doe een blauw duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. We gaan gelijk ontbijten. We hebben hier een hele tas vol met ontbijt. Niet normaal. Hier. Knijpen. Oh ja, ik voel het. En dan smeren. Ja, je kan met dat dingetje eroverheen smeren. Ja, zo. Hier, een hele grote bult op mijn elleboog. Ik lijk net alsof ik ben ontstoken door een bij. Het is niet normaal. Dames en heren, food. Ja, ja. Wij gaan nu lekker naar het strand. Die telefoon. Gingen wij nou naar het strand of naar het zwembad? Ja. Naar de beach, hè? Naar de beach. Nou, daar gaan we zo naartoe. We zijn weer heerlijk bij de swimmingpool. Genieten. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, wij zitten hier gezellig allemaal verhalen te delen. Helemaal leuk, gezellig. Wij gaan zo naar het strand. Is het lekker? Lekker? Ja, joh, tuurlijk. Zo, lekker in het zwembad. Lekker even aan het zonnen en aan het zwemmen tegelijk. En we gaan straks naar een strandje, naar een baai. En volgens de ouders schijnt het een hele mooie baai te zijn. Dus ik ben benieuwd. Ik ben benieuwd. Ondertussen ben ik nog steeds helemaal lekker geprikt door al die muggen. Dus ik ben nu een soort van in dat chloorwater die muggenbulten aan het uitlaten werken. Dames en heren, ik kan iets heel goeds. Wacht even. En ik kan nog één ding wat jullie allemaal niet kunnen. Oké, wij gaan naar het strand. Wauw, dames en heren, we zijn even langs de weg gestopt, want dit plaatje kan je gewoon niet missen. Kijk hoe maar... Woe! Ja, ik viel bijna ang, dan ben ik gelijk dood. Het is wel mooi, wauw, wauw, wauw. Oké, we zijn van plan om een bootje te huren. En in die boten kan je dan allemaal leuke dingen zien, nou ja, grotten of zo. En zwemmen lekker, weet je, dat is hartstikke gezellig. Kom, kom, Linda! Dames en heren, we gaan nu een grot in en succes met sfeerbeelden. Nou, daar zijn we dan hoor. Zijn dat kwallen? Oh, het leek net kwallen. Het zijn gewoon rifjes. Nou, er zijn nog best wel golven, joh. Ik ga heen mee in de VR. Ik word bijna zeeziek. Jongens, ga eens even allemaal op je billen zitten. Die hele boot valt om. Ja, we houden geen evenwicht. Het is hier zo. Oeh. Ja, dat precies niet uit hoor. Heel paard voor houden. En hier zijn allemaal vissen, als je het ziet.
allemaal koraal. Kijk dan. Kom maar, visie, visie. Kijk, zie je dit gezicht? Een aap. Oh, oh, ah, ah. Nee, een aap. Hey, kijk maar goed, je ziet ook zo. Goed, wij gaan hier even een kwartiertje zwemmen, lekker. En dan gaan we alweer terug. Dan moeten we, ja. Wat moeten we? We moeten gewoon door. Precies, dan moeten we door. Hier, wij staan in een leuke winkel. Auw, ik stoot zo mijn hoofd tegen dat ding. En hier zijn allemaal leuke, ja, dingetjes. Linda, zie jij leuke dingetjes? Kijk je dan? Nou ja, van mijn oma. Oh ja, leuk! Ja. Ankie, zie jij leuke dingen? Ja, kijk, olijf ook niet. Oh, ze maken lekker een olijf toch? Wat heb jij dan? Een krabbertje. Een krabbertje? Ja. Oké, dames en heren, nou, ik ben al een aantal uur hier in de kamer. Ik ben gewoon even, ik heb gedoucht. Ik heb even YouTube-video's gekeken en ik ga nu even dit even insmeren. Want ja, echt die muggenbeelden, het is heel heftig. En Fleur, ja. Jij bent morgen jarig. Ja, klopt. Hoe oud word je, meis? 16. 16 jaar, moet die gekker worden. Ja. Dus dat is echt een surprise party. Ja, jongens, dat moet ook gewoon gebeuren. Alles ophangen, kleding, zwembroeken. Weet je, we moeten morgen toch weer die zwemkleding hebben. En op het moment dat je het weer aan gaat trekken, heb je een hele nat gedoe. Sta ik als eerste klaar? Vergeet ik ook als enige wat? Weer zo'n rotmondkapje. Ja, want anders kom je hier echt niet in. Ze doen hier heel streng met mondkap. Veel strenger dan in Nederland. Ik bedoel, hier moeten wij echt in elke winkel mondkapje. En ja, in Nederland natuurlijk niet. Dus even kijken. Ja, mondkap. Ja, oké. Okay. Nou, dan gaan we gewoon weer. Bam. Kijk jongens, wat een effect. Bam, effect. Dames en heren, zijn wij er klaar voor? Nee! Ja, ik heb een heel leuk. Zijn wij er klaar voor? Ja. Nou, die vind ik nog heel mild, weet je. Dat moet ik nog even oefenen aankomende week. Ik heb er wel zin in. Ja, jij wel, hè. Maar die anderen lopen gewoon door alsof het allemaal niks is. We gaan weer. Godsnaam een mondkapje op. Wij ja, hebben. Dat het moet. Ja, nee, ik hoef geen corona. We wonen niet in ja, vandaag was die persconferentie. We wonen niet in Rotterdam, we wonen ook niet in Amsterdam. Hou op. Ik heb nog geen antwoord op onze raadsel van de olijfbomen en de aantal inwoners. Okay, dat is nog geen vrijdag. Maar kan je het nog even herhalen? Ik schrijf datum iets. Maar herhaal het even. Wat was het hoeveel nou? Hoeveel olijfbomen staan er op het eiland Corfu? 5 miljoen. Ja. En hoeveel inwoners zijn er? 113.000. Maar er was er nog een vraag aangekoppeld. Ja, wat was dat? Weet ik ook niet. Het is meer. Antwoord, jongens. Nou, het jongens, is antwoord, kijk voor. Nou, we gaan nu naar visrestaurant. Dan gaan we lekker eten. Bam! En wat ga je nemen? Weet je al iets? Wat vind jij een lekkere vis? Nee, ik weet het eigenlijk niet. Nee, maar wat is jouw liefde? Heb jij een lievelingssoort vis? Ja, niet echt. Nee? Kibbeling wel lekker, maar... Kibbeling is lekker. Of zalm. Ja, zalm is lekker. Nou, we gaan even eten. En daar is het. Het heet Dora. Dora. Wij zitten in, nou ja, in het visrestaurant. En ik ruik al die vissen. En ik zie ook al die koppen van die vissen. Dus ik ben een beetje... Ik word er gewoon misselijk van. Ja, weet je. Je ziet toch die vissenhoofden en die mosselgeur. Oeh, nee. Nee, ik ben toch geen viseter echt. Ik ben meer hamburger. Ik smakelijk. Ik heb helemaal geen eten. Ik smakelijk, Jaycee. Ja, we moeten nog even. Oh, de mosselen. Nou ja. Ik ga dit hoofdje even eraf halen van deze shrimp. Moet je ze nou helemaal onttellen? Ja, Daan. Je moet ze helemaal onthoofden. Ja. Eng is dat, hè? Ja, ik vind het ook eng. Zielige garnaaltjes. Maar ja, ze belanden toch hier. Mam, hebben ze ook een saus? Toch vind ik het leuk. Heb je ook saus voor, mam? Ik ben ook benieuwd, hoor. Wat was er gebeurd? Ja, Jaycee gooit een garnaal op mij. Ja, en het zit op je rokje. Ja. Het spijt mij. Ja, maar jij mag het nog helemaal niet. Dames en heren, een challenge. Er komen nog een olijf. Ja, nou, ik wel. Ik mag geen proeven, toch? Nee, meer. Ja, dit is
Ik wel. Ik hoop dat jullie me nog zien. Wij gaan lekker een crepe eten. Lekker een crepe met witte chocola. Oh. Ja, mag ook een Ja. Echt lekker, dames en heren. Crepe met witte chocoladepasta. Ja, ik ben jarig. Gefeliciteerd. Wij zijn leeftijdsgenootjes. Ja. Yeah. Nou, gefeliciteerd, meis. Ik hoop dat je er een mooie dag van maakt. Morgen in de vlog. Ja. Wacht even. Wacht even. Zo is het toch ook leuk? Als je dat haalt. We zijn even de camera aan het versieren van Anne Fleur. Zo, dames en heren. Alweer het einde van de vlog. Bedankt voor het kijken. Doe een blauw duimpje omhoog. Anne Fleur is jarig. Ja, en we gaan het morgen natuurlijk uitgebreid vieren. Allemaal aan de vlog. Ze is 16 jaar. Ze is 16 jaar geworden. Het is natuurlijk enig. Weet je, is hartstikke gezellig. Dat moet natuurlijk op vakantie extra gevierd worden. Tot morgen.